Frank van het Vechtdal Professionals. Jullie hebben hier vanavond een beurs in Delenswaard. Maar leg eens uit, wat houdt het allemaal precies in? We hebben een beurs georganiseerd voor onze leden, door onze leden. Ja. Om het regionale MKB te ontmoeten, de link te leggen met de MKB'er. Dat is natuurlijk onze grootste klantenkring. Daar willen wij de opdrachten vandaan halen. En zodoende hebben ze uitgenodigd om ons hier te ontmoeten. Omdat, wat ik al net aangaf in de opening speech, ZP'ers zijn vaak niet zichtbaar. Hebben vaak geen echt groot kantoor, zijn moeilijk te vinden. En wij zijn heel erg professioneel, wij zijn vakidioten, wij weten precies waar we over praten. We zijn gepassioneerde mensen die goed zijn in hun werk. Nou, en we willen graag dat ook de regionale MKB er gewoon verdiensten gebruik kan maken. Ja. Vaak weten ze ons niet te vinden. En met deze beurs proberen we dus te zorgen dat ze ons kunnen vinden. Ja. Jullie komen op deze manier in beeld? Ja, absoluut absolute issue. Ja. Maar hebben jullie een naamswijziging gehad, Vechtdal Professionals. Ja. Voorheen heette jullie? ZP Platform Hardenberg. En waarom is voor deze naam gekozen dan? ZP staat een beetje negatief in het beeld. Er wordt vaak gedacht aan een zweterige hobbyist op een zolderkamertje. Terwijl echt een professional is die goed is in zijn vak. Ja, en om dat nou een beetje uit dat imago-probleem weg te halen, heb ik gezegd, we laten de professionals er wel voorbij komen. Hardenberg en Ommen zoeken al heel erg nauw samenwerking. Ja. Dus we zoeken ook met deze naam ook meer binding met Ommen. Meer samenwerking richting de hoek op. En we willen natuurlijk ook kernen als Delenswaard, Slagharen, Ransberg, al die kernen erbij betrekken. Die vinden zich niet zo goed in de naam Hardenberg. En dat is gewoon een verkeerde keuze geweest in het begin. Vandaar dat we nu omgaan naar Vechtdal. En ik vind het ook een mooie naam. Ook, Dankjewel. En hoeveel leden zijn jullie aangesloten? Of hoe noem je dat? Op het moment hebben we denk ik uit het hoofd 88 leden. Ja. En een aantal donateurs. Lid kun je worden als je ZP'er bent. Dus ik noem het even één pitter of maximaal 5 mensen in loondienst. Ja. Gevestigd in de gemeente Hardenberg. Of in het Vechtdal zeggen we nu. Dat betekent Ommen Hardenberg. Je moet professioneel zijn met je beroep bezig zijn. Je moet ingeschreven zijn met de Kamer van Koophandel. En dan kun je bij ons lid worden. En we hebben donateurs voor de mensen die daar buiten vallen. En toch graag hun bedrijf of hun activiteit in deze regio willen ontplooien. Die kunnen lid of die kunnen donateur worden. Dan hebben ze dan geen stemrecht in de algemene ledenvergadering. Maar verder kunnen ze dus gewoon gebruik maken van onze faciliteiten van de vereniging. We organiseren 4 keer per jaar sowieso een themabijeenkomst. Dat gaat dan over een specifiek thema. Maar dan verdeeld in de regio? Ja, verdeeld in de regio. Meestal Hardenberg, Delenswaard nog wel. Maar we zoeken echt wel naar locaties. Ook Slagharen, Gransbergen. We zoeken ook naar locaties om daar een themabijeenkomst te halen. 4 keer per jaar, verenigingsuitje erbij. Nou, dit soort events zoals de beurs. Dat zijn dingen die we voor onze leden doen. Ja. Als iemand het nou graag na wil lezen, hebben jullie ook een website? Ja, www.vechtdalprofessionals.nl. We zitten op Facebook, we zitten op internet. Ja. We hebben een LinkedIn groep, Vechtdal Professionals. Ja. Duidelijk zichtbaar. Moet vindbaar zijn. Moet vindbaar zijn, ja. Nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan.